Hallo. Hey. Dag Filip. Dag Tom. We zijn hier om het te hebben over... Apple Arcade. Apple Arcade. Mijn nieuwe verslaving. Ja, onverwacht eigenlijk voor ons, denk ik, dat het zo tof ging zijn. Ja. We wisten dat er iets kwam met Apple. Nu ondertussen een dikke week zeker zoiets. Een week ongeveer, ja. Gratis abonnement op dit moment, dus je kunt een maat gratis proberen. En dat is de nieuwe gaming service van Apple voor smartphone, voor tablet en voor Apple TV. En Mac, hè. Ja, en Mac-platformen. Ja. Klopt. Dus kort samengevat, het is een abonnement dat je kan nemen om verschillende games te spelen. Er zitten heel wat games in het abonnement vervat. Die kan je zoveel spelen als je wil. Als je abonnement opzegt, dan is het gedaan met spelen. Ja, ja. En na de eerste maand gratis is het €4,99 per maand. Ja, dat is haalbaar. Dat is goed te doen. Dat is goed te doen. Zeker de kwaliteit waar we het dan meteen over gaan hebben van de games die ik tot nu toe gespeeld heb. Mm-hmm. Het is onmogelijk om ze allemaal te testen, want het zijn er... Veel. Ja, heel veel. Uh-huh. Maar al hetgeen dat ik tot nu toe gespeeld heb, was wel goed, hè? Echt heel goed. Ja, ik moet zeggen dat ik nooit echt een grote smartphone gamer geweest ben. Nee, ook niet. Ik ga dat nu ook niet ineens worden, denk ik. Jij misschien wel, maar daar dadelijk wat meer over. Maar ik vind het technisch tot nu toe, wat ik nu gezien heb, ongelooflijk wel. Ja, dus, het werkt gewoon. Ja, het werkt gewoon en het... Het ziet er ook echt goed uit. Ja, het hangt natuurlijk ook af van op welke generatie aan toestel dat je aan het spelen bent. Hè? Want sommige games zijn wel wat zwaarder. Om... Jij zit nog met de eerste iPhone. Nee, niet met de iPhone. De iPad is wel al wat ouder. Okay, dus net de generatie voordat ze de iPad Pro hebben geïntroduceerd. De laatste kleine iPad die ooit is uitgebracht, die heb ik nog. Het is ook niet de oudste iPad, maar ook niet de nieuwste. En sommige titels zijn wel grafisch dan zo taxing op Op het systeem waarop je werkt, dat die heel warm wordt. Meteen ook nog een voorbeeld van. Maar de technologie is heel indrukwekkend. En vooral het feit dat Apple Arcade, dat is ook het moment, of iOS 13 dan, de nieuwe update, die laat het ook toe dat er controllers kunnen aangesloten worden op je... Ja. Op je smart device eigenlijk. Gewoon de DualShock controller. Hè? DualShock controller, ik denk ook de Xbox controller. Heb ik niet getest. Ik ook niet. Zou kunnen. DualShock is meteen waar ik naartoe was gegaan. Ja. En het is ook ongelooflijk simpel om zo'n ding aan te sluiten. Ja. Het is gewoon op de PlayStation-knop en de Share-knop. Die moet je gelijktijdig inhouden. Dan begint je DualShock wit te knipperen. Ja. Dan ga je naar Bluetooth op je toestel. En dan connecteer je gewoon eigenlijk de DualShock met de iPad of met de iPhone. Ja. En dan het moet echt knipperen trouwens, want ik was het ook aan het proberen, maar als je niet lang genoeg drukt of niet, je moet het echt van, als je de controller opzet, moet je de twee knoppen direct tegelijkertijd indrukken. Ja, je moet hem niet eerst opzetten en dan. Nee. Dus je moet ze eigenlijk direct tegelijkertijd indrukken en dan begint je echt snel te knipperen. Ja. Want anders kun je een rustig knipperen. Ja, het is... Ja. Ja, dus ja, ik zat daar een beetje in de knoei, dus ik geef het maar even mee voor andere mensen die niet zo slim zijn als Filip. Maar het is, eens dat het geconnecteerd is, is het wel perfect. Ja, normaal gezien is hem... mijn Bluetooth staat aan. Dus normaal, als ik nu dit doe, dan gaat hij verbinden en dan wordt hij... Voilà. Als hij die kleur krijgt... Zalm. Zalmroze. Noem ik de kleur. Roze. Roze. Dan is hem geconnecteerd met de iPhone. Ja. Dus nu kan ik... helaas niet mijn iPhone van op afstand zo besturen dat hij wegrijdt, maar ik kan nu wel games spelen op mijn iPhone. En het is ook wel belangrijk om te zeggen dat niet elke game ondersteunt controller support. Sommige Apple arcade games of gewoon iOS games in het algemeen, die ondersteunen geen controller. Nee, dat klopt. Ja. Sommige moet je echt met de touchscreen spelen. Ja, omdat die games gewoon gedesigned zijn om met touch te spelen. Dan gaat een controller niet. Maar het overgrote merendeel van de titels die ik gespeeld heb, zo goed als allemaal, op uitzondering van eentje, ondersteunen allemaal die controller. En dat vind ik zo zalig aan Apple Arcade. Zeker als je een iPad hebt. Je zet die gewoon op een tafeltje voor je, zoals hier. Ja. Ja, en dan is het... Het voelt een beetje aan voor mij als een PS Vita. Of een Switch. Ja, Switch. Ja. Ik heb ook een beetje dat gevoel. Ik mis nu wel heel hard. Op E3 hebben we bij Microsoft die xCloud getest. Mm-hmm. Op Gamescom stond dat ook. En die hebben een houder om eigenlijk uw smartphone zo boven uw controller vast te houden. Uh-huh. En dan zit gewoon... Dan moet je die niet ergens tegenzetten of zo, want dat is, ik vind dat een beetje een gedoe. Dan heb je gewoon je controller vast en daar hangt je smartphone aan vast en dat zou ik wel handig vinden. Ongetwijfeld bestaat dat wel van third-party ontwikkelaars weet ik niet. Die zo'n
clip-ding maken voor op een controller. Werk voor ons om eens te checken wat ja? er staat. Moeten we eens naar kijken. Maar ja. bij een iPad zou dat sowieso niet het handigste zijn. Hè? IPad, nee, nee. Ik gebruik gewoon die smartcover. Een tv ook niet trouwens. Nee, inderdaad. Ik gebruik gewoon die smartcover. Ja, 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 als je op een iPad speelt, is het inderdaad nog ja, wel anders. Maar voor ja, iPhone ja. zou dat een goede oplossing ja, zijn. Ja, zullen we in de games ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb er, even kijken, ik heb er 6. Ja. Wat ik het vandaag kort over wil hebben. 6 voor mij echt aanraders die op Apple Arcade te vinden zijn. Oké, okay, ja, ik heb er iets minder. Ik heb er 3. Ik heb gewoon nog niet zoveel tijd gehad om te spelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat er eentje sowieso overlapt. Maar ja. ik denk dat we beginnen maar, zeg maar. Ja, ik zal beginnen met What the Golf. Ik weet niet of je die al gespeeld nee, hebt. Nee, heb ik zien staan, in de, maar ik heb nog niet gespeeld. What the Golf is een ongelooflijk grappig spel. Het, zoals de naam al doet vermoeden, het is een golfgame. Maar de spin op het hele concept is dat je niet altijd met een golfballetje aan het golfen bent. Soms mm-hmm. golf je ook met kartonnen dozen, of met katten, of met hotdogs, of met de golfer zelf. Gewoon een goed weekend eigenlijk. Ja, echt een dronken weekend, de game. Ja, eigenlijk is het dat maar. Gewoon. Ja. Golfen met katten, dat is wel heel speciaal. Ja, en het grappige aan die game is, soms denk je dat je de golfbal gaat slaan ja. met je golfer. En dan doe je dan, ja, dan ga je slaan, maar dan vliegt je golfer weg en dan blijft de golfbal liggen. Ah, je weet op voorhand. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Elke course is een andere setup van wat er precies gaat gebeuren okay. in de course eigenlijk die je speelt. Ja. Er zijn een heleboel holes, ik denk meer dan 100... Oh. Die je kan doen. En per hole zijn er ook... je hebt de standaard modus en dan heb je nog 2 modifiers op hetgeen dat je doet. Bijvoorbeeld, je moet in 1 slag moet je er geraken tegen de vlag. Of er is een hele andere spin aan. In het golf... het rolletje, ja, hoe noemt dat? Hoe noemt zoiets? Is de bedoeling gewoon tegen de vlag te slagen? Jawel, jawel. Soms wel. Soms is dat de bedoeling van toch het spel. Wel. Ah, ja, okay. Of... Ja. Of, ik dacht gewoon dat jij het concept van golfen niet helemaal begreep, maar... Nee, ja, ik begrijp het, maar in deze game is het concept van golfen helemaal ook wat de golf, ja. Op zijn kop gedraaid, eigenlijk. Ja, okay. Qua gameplay doet het ook wel een beetje denken aan Stickman Golf. Ik weet niet of je die ooit gespeeld hebt. Maar dan, ja, helemaal wacky, absurd. Ja. Dus heel leuk om zo 5 minuutjes even te spelen. Dat is niet een game waar je uren en uren aan gaat bezig zijn achter elkaar. Wat ik bij sommige van die andere games dus wel heb. Ja. Ik zal dan misschien mijn game, want ik weet dat die ook op uw lijstje staat, Sayonara Wild Hearts. Ja, dat was ongelooflijk cool. Om die games is ook, ik weet trouwens niet hoe het met die andere games zit, maar sommige van die games zijn ook gewoon op de PS4 en de Switch verkrijgbaar, onder andere. De deal met Apple Arcade is dat de games die daarop verschijnen moeten een exclusivity window hebben op smartphones. Dus alle games die daar nu momenteel op zijn, die ga je niet terugvinden op Google Android devices. Ja, exact, maar ze mogen wel op consoles tuurlijk, en op PC uitgebracht worden. Dat is een beetje de deal. Maar op dit moment is Sayonara Wild Hearts zit dus in Apple Arcade. Ja. Weten we eigenlijk al hoe dat zit? Blijven die games erin zitten? Is dat een roterend? Dat weten we nog niet. Geen idee. Nee, okay. Ik heb geen idee. Ik heb ook nog niks gehoord over het feit, is het een succes? Wat komt er volgende maand potentieel bij op de service? Ik heb nog geen idee. Daarvoor is het nog te vroeg. Hè. We zijn maar een week ermee bezig. Maar die staat er dus nu op. Aangezien Apple Arcade de eerste maand gratis is, is het nu een heel goed idee om die game dan op die manier te spelen. Absoluut. En eigenlijk nog niet misschien zelfs te kopen op de andere consoles, want je kunt hem nu gewoon op smartphone, Apple Arcade dan uitproberen. En ik was ook echt wel onder de indruk. Dat is een heel originele game, een hele new retro vibe, heel veel kleur, heel veel paars en, mm-hmm. en sci-fi, neon. Een heel absurd verhaal, zal ik het maar noemen. Met eigenlijk niet echt wat er aan het gebeuren is. Het is ook je verdwijnt in een soort, zoals RES, een soort virtuele wereld. Ja. En het is eigenlijk een rhythm game. Hè. Dus je moet op een spoor van een beetje Guitar Hero-achtig moet je items oprapen, zal ik maar zeggen, om dan zoveel mogelijk punten te scoren tijdens een nummer. Want het is eigenlijk een track dat je hoort op de achtergrond en daarop moet je dan op een bepaald spoor punten pakken om dan zo tot het einde van de track te geraken. Voor mij is Sayonara Wild Hearts bijna een interactieve videoclip. Heel mooi weergegeven. Ja. En elk level is ook specifiek gemaakt voor het nummer dat er op dat moment te horen is. Want alles, elke drop van de muziek of elke beat is een actie, animatie. Die moet gedaan worden in het spel. Ik vind de muziek ook heel goed. Ja. Dat is volledig mijn stijl. Ja, het is zo'n beetje synthwave, poppy. Ja, maar het begint ook met een klassiek nummer helemaal
herwerkt. Ook, dus echt heel cool gedaan. En het gaat ook verder dan maar gewoon... Zoals Thumper, heb je die gespeeld? Ja, Thumper gespeeld. Want daar lijkt het ook een beetje op. Ja. Maar het gaat verder dan gewoon... Want ik dacht in het begin, het is gewoon op een track links, rechts. Maar het gaat veel verder. Op een bepaald moment zijn het heel veel quicktime events ook eigenlijk. Dat er een gevecht ontstaat tussen boss battles. Boss battles eigenlijk en zo. Dus het is echt cool. Ja, het is... Het doet mij ook een beetje denken. Ik had gisteren nog... Heel abstract, dat is gewoon de soort vertellen, denk ik. Ja, maar het is allemaal gratis om te checken. Dus het zijn gewoon dingen die we aanraden, die je even moet gaan niet bekijken. Te veel luisteren naar ons, vooral checken op de... Ja, het doet mij ook een beetje denken aan Elite Beat Agents op sommige punten. Ja. Want er zijn zo battles tussen een soort van boyband-achtig ding. De stijl is heel gelijkaardig op dat moment. Het is niet zo grappig als Elite Beat Agents. Het is vooral heel stijlvol. En het doet mij ook denken aan de stijl die Persona gebruikt. Daar zijn ook wel wat parallellen te vinden tussen Cyanar Wild Hearts en Persona's en visuele stijl. Ja. Maar gewoon echt een hele, hele coole game. En ik betrapte mezelf er constant op dat ik aan het lachen was terwijl ik aan het spelen was. Gewoon enerzijds van hoe weird en hoe wacky gaan we nu weer in het volgende level. Uh-huh. En anderzijds gewoon dat ik de muziek zo tof vond. Cool, dus echt een top game. Stond zeker ook op mijn lijst. Dus dat dacht ik al. Wat ik nog heel veel gespeeld heb is Rayman Mini. Ja, is dat een nieuwe Rayman? Ja, een gloednieuwe Rayman game. Ik ben een heel grote fan van Rayman, vooral sinds dat de UbiArt engine gebruikt is. Ja. Sinds Rayman Origins op de consoles, dan Rayman Legends. Ja. Maar in de tussentijd zijn er ook, ik denk dat dit de derde iOS game is in de stijl van Rayman Legends en Origins. Het is een Endless Runner game. Het is te zeggen, een Endless Runner is meestal een game die ook geen einde kent. Hè? Vandaar Endless. Ja. Dat is Rayman dus niet. Okay, Rayman zijn echte levels. Het zijn door developers gemaakt. Het is gewoon een runner eigenlijk. Het is eigenlijk een runner. Ja. Een constant runner, zal ik het dan noemen. Ja. Maar het grote verschil met Endless Runners is dat die levels ook vaak door de AI gegenereerd worden, zeg maar. Mm-hmm. Rayman is echt gedesigned door designers. Daar is echt over nagedacht, over die levels. Ja, ja. Het concept van het spel is dat Rayman altijd naar voren loopt. Dus hij is altijd aan bewegen naar voren, maar jij kan wel gewoon springen, net zoals in een traditionele platformer. Rayman kan ook slaan. En het is gewoon de bedoeling om het einde van het level te halen, maar ook hier is ritme heel belangrijk. En de extra uitdaging komt eruit dat je alle lums, zo heet die dingen, die moet je verzamelen in het level. En er zijn er 100 die daar rondzweven. Ja. En om die dingen te kunnen verzamelen, moet je slim omgaan met de mechanics die het spel aanbiedt eigenlijk. Rayman loopt altijd naar rechts, maar als je tegen een muur springt en terugspringt, dan loopt hij naar links. En dan blijft hij naar links. En dan blijft hij naar links lopen totdat er terug een muur is en je loopt naar rechts. Dus op die manier kun je het voelt een beetje aan als de game breken, doordat je slim met die mechanics omgaat. En, maar dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Ja. Maar je voelt je slim als je zoiets doet. Of ik toch, tenminste. Jij voelt je nou makkelijk slim. Ja, dat is waar. Ik heb niet veel nodig om mij slim te voelen. Maar die game ziet er ook gewoon heel goed uit weer. Het is echt een prachtige... Ja, zoals Origins and Legends. Net zoals Origins and Legends. Ja. De soundtrack is goed. De personages zijn heel lovable en cute. Cool. Ja, heel vet. Check je dan. En jij nog een? Ja, ik had er nog twee. Choo Choo Rocket. Ah, heb ik nog niet gespeeld. Ja, dat is een vervolg op Choo Choo Rocket. Op de Dreamcast. Op de Dreamcast. Ongelooflijk lang geleden. En ik vergeet die game soms helemaal. En elke keer als ik er terug aan denk, denk ik, wow, wat een ongelooflijke goede game was dat. Maar ik ben niet zo'n hele grote puzzelfan, want in de basis is Choo Choo Rocket een puzzelgame. Mm-hmm. En dat is het nu nog. Mm-hmm. Het is... eigenlijk is de bedoeling dat je muizen naar een hol leidt met pijlen op de grond. Je hebt een beperkt aantal pijlen om te zetten en die muizen volgen blindelings de pijlen die je zet. Dat is het concept. Er komen ook op een bepaald moment katten in het spel en die volgen ook die pijlen en die eten die pijlen op en die eten vooral ook hun muizen op en dat is niet de bedoeling. Dus het is eigenlijk een puzzelspel om zo al die levels te doorlopen en die worden altijd moeilijker en moeilijker. Maar er zit ook multiplayer in en dat vond ik op de Dreamcast vooral ook al tof, omdat dat een van de meest frustrerende multiplayer games is op het vlak dat als je met vrienden speelt, kun je elkaar zo hard haten. Je kunt echt het gevoel hebben, ik ben aan het winnen en echt
drie seconden later heb je goesting om alles weg te gooien. Dat is prachtig, hè? Dat, ja. Zo, daar zijn die games voor gemaakt. Voor ja. Dat soort dus ik heb de game eigenlijk nog niet te goed kunnen checken, maar ik heb hem wel gedownload en ik heb hem heel even opgezet. Maar als het dat benadert, dus ik, ja, eigenlijk zit weer tijd te verdoen, want ik moet die game spelen. Inderdaad. Maar dat is eigenlijk echt wel waarom Choo Choo Rocket zo tof was. Hè? Is het online multiplayer ook? Of? Ja, wel, dat weet ik dus niet zeker. Want ik heb nog altijd geen game gespeeld op Apple Arcade die multiplayer bevat. Dus ik ga die ondertussen opzetten. Tegen het eind van het filmpje weten we dus. Ja, Choo Choo Rocket heeft mij altijd een beetje doen denken aan een mix van... Het heet gewoon Choo Choo, blijkbaar. Of Choo Choo. Ja. Maar Choo Choo Rocket dan in der tijd... Dat was het logo. Ja, het is weg. Het is al weg. Goed gedaan, Tom. Het deed mij altijd denken aan een mix van Bomberman en Pac-Man. Zo'n beetje de... Choo Choo Rocket Universe, sorry. Choo Choo Rocket Universe. Het doet mij altijd denken aan een mix van Bomberman en Pac-Man. Ik weet niet of dat accuraat is qua gameplay. Ja, eigenlijk wel. Zo'n beetje een mix van die twee. Hè. Maar ik nooit echt ingeraakt, omdat het mij allemaal iets te schreeuwerig leek. Ja, het is heel Japans ook wel eigenlijk. Ja. Heel Sega misschien zelfs. Ja, typische Sega-game. Ja, ademt Sega. Sega arcade-game. Ja. Maar ja, als je dat echt verschrikkelijk vindt, dan is het misschien niet je spel. Maar eigenlijk gaat het zelfs niet over hoe het eruit ziet of hoe het klinkt. Het is echt de gameplay. Ja. Je kunt blijkbaar met vrienden spelen en je kunt daar een snelle match, ik denk dat het online is, een snelle match. Ja, je begint matchmaking te doen. Kijk eens aan, dus ook online multiplayer zit in Apple Arcade. Ja, met vier spelers blijkbaar. Dat was misschien een logische... Logisch, ja. Dat lijkt me heel logisch. Dat had ik ook verwacht, maar ik heb dat dus nog niet kunnen spelen. Dus ik hoop gewoon dat top is. Misschien vanmiddag eens doen. Ja. Jenny Leclue. Ja, heb ik op uw aanraden al gedownload, maar ook nog niet kunnen spelen. Maar vertel. Prachtig spel. Ik heb daar... Was dat die game die je niet met de controller kon spelen? Jawel. Ook met toch de, alles wat ik tot nu toe heb gezegd is met de controller te spelen. Dus Jenny Leclue ook. Jenny Leclue heeft ervoor gezorgd dat ik Borderlands nog niet heb uitgespeeld. Ik heb zoveel tijd dat ik normaal gezien aan Borderlands had gespendeerd aan deze game gespeeld. Hoe zelfs? Ja, omdat die game ziet er ongelooflijk goed uit. Het is gemaakt door twee grafisch vormgevers die nu een nieuwe studio hebben opgestart. Mografi. Of Mografi. Ik weet niet hoe het... Het zal wel Grafi van graphics of zo zijn. En die game ziet er heel goed uit. Die is ongelooflijk slim en goed geschreven. En het is een point-and-click game. Dus ja, de gameplay is... Wat het is, een point-and-click game. Praten met mensen. Ja. Op zoek gaan naar objecten om ergens... Op zoek gaan naar clues over de situatie. En, ben je gewoon ondertussen in een multiplayer Choo Choo Rocket game beland. Zet het af, Tom. Je gaat het toch niet kunnen winnen. Nee, maar het is wel echt... Het is multiplayer. Het is multiplayer en het lijkt echt de Choo Choo Rocket die we nodig hebben. Cool. Ja, oké, ik ga hem afzetten. Dus Jenny Leclue, waar zat ik? En er zijn ook lichte puzzels in. Maar niet echt heel ingewikkeld. Het is vooral een story-driven game, die zoals ik gezegd heb heel goed geschreven is. En het concept is ook dat je speelt met Jenny, dat is een klein meisje, die een detective wil worden. Die zit op de detectieve school. geraakt verwikkeld in een soort van groot complot, wat je in de loop van het spel moet ontrafelen. Maar het interessante qua storytelling is dat hetgeen dat Jenny meemaakt, wordt geschreven door de schrijver van een boek. Want Jenny Leclue is eigenlijk een personage dat een schrijver heeft bedacht en waar hij een hele boekenreeks over heeft geschreven. Al 50 boeken of zo. En hij krijgt van zijn uitgever te horen, de verkoop van uw boeken zijn eigenlijk wat minder aan het gaan. Er zou wat meer geweld moeten inzetten en wat meer moord. En er moet wat meer, het moet spicier zijn dan dat het nu is. De schrijver wil dat eigenlijk niet doen, maar uiteindelijk breekt hij toch en maakt hij het allemaal wat spicier. Maar tegen zijn zin. Maar Jenny Leclue, zijn personage dat je dus speelt, wil dat wel. Want zij wil ook meer actie hebben in de verhalen. Ja. Dus er is constant een dialoog tussen de schrijver en het personage waarover dat hij schrijft. Oké, dat is wel tof. En dus het wordt ook verteld dan of zo? Of hoe moet ik... De narrator van het spel is de schrijver van het boek, maar je speelt wel het boek. Ja. En dan is er een dialoog tussen beiden. Ja. Omdat de schrijver soms niet eens is met de keuzes die jij maakt als Jenny. Ja. Dus dan zegt hij van, ja, maar Jenny gaat helemaal het lijk niet onderzoeken. Maar Jenny heeft dan wel zoiets van, ja, ik ga dat wel doen. Ja. En dan moet jij het lijk eigenlijk onderzoeken. En een hele leuke dynamiek in storytelling. En
Met smartphone games heb dus, of met iPad games is vaak wel het geval, of dat gevoel heb ik hier toch, dat er niet genoeg diepgang in zit. Is het een point-and-click met inventory en met nee. Alle, nee. Het is, nee, het is ook wel redelijk straightforward dan. Het is straightforward. Het is niet zo ingewikkeld als bijvoorbeeld een Monkey Island. Nee, ja, bijvoorbeeld. Dat, gebruik de banaan om de lamp aan te steken. Zover gaat het dan. Zover gaat het niet. Het is wel qua interface en zo allemaal heel simpel. Ja, heel simpel, ook met de controller te spelen. Ja. Maar ik ergens vind ik heel ingewikkelde games, voor mij persoonlijk, dan vind ik dat minder smartphone games. Ja, absoluut. Ik wil vooral goed... Ik denk dat er meer reden op die manier met de interface wordt omgegaan. Hè? Dat mensen ook gewoon op de bus of waar dan ook snel even kunnen spelen. Dat een echte point-and-click adventure is iets waar je moet bij gaan zitten. En zo zijn er zeker ook games op iOS. Hè? Bijvoorbeeld Oceanhorn heb ik ook al kort gespeeld. Dat is echt een traditionele console game, zeg maar. Bijna Zelda. Bijna Zelda-achtig. Ja. Maar Jenny LeClue is meer bite-size. Het is perfect om een half uurtje te spelen en dan stil te zetten. Maar ik heb er zelf al 6 uur ingestopt. Echt fenomenaal, eigenlijk. Ja, dat is echt fenomenaal. Ja. En allemaal gratis dan de eerste maand. Ja. Production value-wise, ongelooflijk goed. Story writing goed. Echt een aanrader. Echt geweldig. Ja. Ja. Oké. Ik had nog een. En ik ben de titel weer al kwijt. Die City Builder. Mini Motorways. Ah ja, van de makers van Mini Metro. Ja, dat is echt super tof. Ja. Ik vind dat ongelooflijk. Ik ben een grote fan van SimCity en Transport Tycoon en Rollercoaster Tycoon. Alle sim-building games. En dit is gewoon eigenlijk een heel simpel concept. Je hebt een bedrijf waar mensen moeten opgepikt worden en je hebt huizen... Nee, omgekeerd. Je hebt huizen, er wonen mensen, die moeten naar een bedrijf en terug. Dus die moeten opgepikt worden. En jij moet eigenlijk gewoon de connectie leggen met wegen. Dat begint heel simpel, met 1 huis en 1 bedrijf. En op den duur zijn er heel veel verschillende bedrijven, met allemaal andere kleuren auto's die naar het juiste bedrijf moeten. En er ontstaat eigenlijk verkeerschaos en de game... Het is game over wanneer het te lang duurt voordat iemand wordt opgepikt. Okay, ja. Dus je moet eigenlijk altijd zorgen voor een goede flow in je wegen. Je hebt maar een beperkt aantal wegen dat je kunt leggen. Dus je kunt niet gewoon alles vol, want dan zou het makkelijk zijn. En hoe verder dat je komt, dan unlockt je bijvoorbeeld verkeerslichten om het verkeer te regelen. Of je unlockt highways om een grote een brug te bouwen eigenlijk over alle andere wegen. Om zo een shortcut te creëren. De flow van die game is heel tof. Hoe dat er grafisch uitziet, super simpel, maar eigenlijk heel stylish. Heel stylish. Minimalistisch zelfs. Ja. En je begint eigenlijk heel hard ingezoomd. En hoe langer je speelt, hoe verder dat die uitzoomt en hoe groter je stad eigenlijk wordt. En dat is ook wel heel tof gedaan. Hè. Cool, ja. Ik moet die nog altijd spelen. Mini Metro heeft me altijd aangesproken, maar nu dat Mini Motorways er is, ga ik die zeker eens uittesten. Ja, lijkt me ook een perfecte smartphone game. Ja. Is die met controller te spelen? Ja, ook. Ook nog eens. Ja, ja, dat is echt... Heel tof. Nou, ik heb nog 2 games. Ik zal beginnen met Atone, Heart of the Elder Tree. Moest ik even lezen, want dat is een hele verwarrende titel. Ik wist daar niks over. Ik heb mij gebaseerd op het icoontje van de App Store om die game te downloaden. Dat heeft mij eigenlijk aangesproken. Ja. Atone is een mix tussen... Het verhaal van God of War. Dus het gaat heel diep op de Noorse mythologie. Mm-hmm. En ik denk ook dat het zich baseert op waarheden, kan ik het moeilijk noemen. Het is de mythologie. Maar het volgt wel echte mythologische verhalen. Met Thor, met Loki, al die personages die je kent van de Marvel films. Ja. Onder andere. Maar dan zoals het echt in de Noorse geschiedenis is verteld. Dus een mix van de storytelling van God of War... En dan de gameplay van Guitar Hero. Want in de game moet je ook vechten tegen vijanden. Maar het gebeurt niet door gewoon te hacken en slashen. Nee. Het is eigenlijk een battle tussen 2 personages. Waarbij dat je een track moet volgen en knoppencombinaties moet indrukken die op de track staan. Ja. En op basis van de knoppencombinaties doe je een hit of doe je geen hit eigenlijk. Ja. Zo speelt de combat. En de muziek die op de achtergrond dan speelt is ook weer heel synthy. Synthy gemixt met Noorse vibes. Dus ook qua muziek. Zijn er ook gewoon normale games op de... Nee, maar dat is net zo leuk. Het zijn allemaal super... Dat is heel creatieve super creatieve dingen. Dus dat zit erin. En dan grafisch lijkt die game op Swords and Sorcery. Ik weet niet of iemand die game nog kent van in de tijd. Dat is niet direct iets. Heel pixel art, maar toch...
ja, toch ook enige vorm van realisme. Oké. Okay. Het lijkt ook een beetje op Hyper Light Drifter, die game kent. Ja. Dus daar doet het mij heel hard aan denken. Het enige wat mij een beetje stoort is de story, of de writing van die game is... Volgens mij is dat ook geschreven door mensen die niet Engelstalig zijn. En dat merk je ook wel soms in de dialogen. Okay. Het voegt ook net iets toe aan de charme, want het is ook het moet ook het gevoel creëren dat je in Noorwegen zit. Het komt authentiek. Het komt authentiek op een of andere manier over, maar aan de andere kant is het soms wel een beetje vreemd geschreven. Ja, ja. En daar zitten ook hele simpele puzzelelementen in die niet al te ingewikkeld zijn, maar die de actie een beetje onderbreken. Ja. Een moeilijke game om uit te leggen, hoor. Ja, maar gewoon zeker checken. Sowieso de moeite om eens te checken. Ja. Ja. En de laatste? Ja, Where Cards Fall. Ja, heb ik ook gespeeld, ja. Ja, dat vond ik... dat was ook, ik denk... Zat die game in de showcase van Apple? Nee, misschien niet. Maar daar is wel redelijk wat over geschreven, over Where Cards Fall. Ik denk dat ook een van de meest demanding games op uw hardware is. Ik had het net over het feit dat mijn iPad warm werd tijdens sommige games. Dit is zo'n game die ik na een half uur moet afzetten, want ik was aan het verbranden. Ja. en bij deze maar je kunt je niet met de controller spelen, inderdaad. Nee, inderdaad, dus die moet je echt in de handen houden, dus dan valt het nog meer op. Heb je de touchscreen nodig? Want het concept van de game, het is eigenlijk een puzzelgame, waarbij dat je kaarten gebruikt om platformen te bouwen om zo eigenlijk de wereld door te gaan. Dus je moet eigenlijk zelf met die kaarten ze op de juiste plekken leggen en dan een platform creëren om dan zo verder te komen. Ja, het concept is heel simpel. Hè. Ik heb ook nog maar een uur gespeeld, dus het kan allemaal ingewikkelder worden. Wat aan mij vooral aansprak aan het spel was hoe dat het eruit ziet. Heel mooie lichteffecten, vooral als je door de wereld loopt. Heel veel kleur. Ik hou heel veel van kleur in games. Ook, dat zit er zeker in. Ja. En de mechanic zelf van het verschuiven van kaarten en het uitbreiden van een deck van kaarten om puzzels op te lossen, vind ik wel een leuk concept, wat ik op die manier nog nooit heb gezien in een game. Het is zeker een nieuw concept op dat vlak, denk ik. En ook weer een gloednieuwe developer. Hè. Dat is gemaakt door The Game Band en dat is ook weer hun eerste game. Ja. Heel veel van die games zijn gewoon hele kleine studio's van 2, 3, misschien maximaal 10 man of zo, die voor de eerste keer een game maken. En, maar echt wel heel... Op een heel hoog niveau eigenlijk. Op een heel hoog niveau. En als je nu de games die wij hebben opgesomd, als je die alleen gaat spelen, dan is er eigenlijk op dit moment, dan heb je genoeg om te spelen een hele maand lang. Ja, dat is waar. Dat is toch ongelooflijk? Dat is ongelooflijk. Op mijn smartphone, gratis zelfs nu. Gratis voor een maand en dan valt het toch mee. 4,99. Ja, ja, ja. Wie weet wat er nog allemaal gaat bijkomen. Wie weet ook wat er weggehaald wordt. Maar... Ja, het gaat voor mij niet de God of War op PlayStation 4 vervangen, denk ik. Nee. Maar het is echt... Veel meer dan ik zelf verwacht had. Ik ben ook gewoon blij dat er iets bestaat nu dat games een beetje cureert op die manier dat het niet het wilde westen is van... Het grote probleem van de App Store. Hè? Ja, dat van alle digitale stores tegenwoordig een overaanbod. Er komen dagelijks 100 games bij, bij manier van spreken. Door de bomen ziet het bos niet meer. En nu heb je wel het gevoel van, oké, de goede games komen hier nu naar boven. Ja. Ik kan ze sowieso proberen, want het kost me niks extra. Ik ben al lid, of ik betaal een abonnement. En er komen nu wel echt goede dingen naar boven. Absoluut. Ja, dus sowieso testen. Hè. Heel cool. Test Apple Arcade sowieso uit. Verbind uw PlayStation controller, want het is echt superhandig. Ja. En laat ons weten wat jullie ervan vinden. Ja, als er nog titels zijn die jullie aan ons willen aanraden, zeker doen. Ik wil echt alles spelen. Wat er gaat echt niemand is. Niet meer aan het kijken zijn nu, Filip. We zijn een half uur verder. Jij die nog aan het kijken bent, laat weten wat jij het beste vond. En we gaan het zeker testen. Oké, merci. Joe.